Op nummer 2, Marijn Bervers. Op nummer 7, Twan Polman. Op nummer 8, Sergio de Gandari. Nummer 10, Maurice Watson Jr. Nummer 11, dus we gaan door naar nummer 13, Troy Emeka Guller. Op nummer 14, Kenneth Sims. Vervolg door nummer 15, Darius Thompson. En als van oud is op nummer 18, Worthy Young. Vervolg door uiteindelijk nummer 34, Clayton Petty. En de coach van dit prachtige gezelschap is Rolf Franke, terzijde gestaan door zijn assistent Pim van Gon. Dames en heren, zorg en zekerheid Leiden. First of all, ik denk dat we gewoon heel goed gespeeld hebben. Ja, vind ik ook. Kijk, als je dit tempo speelt en 7 turnovers hebt in de wedstrijd, dat is op internationaal niveau gewoon super. Ik denk dat we in de tweede helft onze open schoten beter maakten, waardoor we gewoon ook beter in de wedstrijd kwamen. Dat lukte in de eerste helft niet. Even los van die 17-0 run. Let op, 17-0. Ja, ik heb hem gezien. Heerlijk. Ja, geweldig. Even aan te geven wat de potentie is. Ja. En daar hebben we het ook even over gehad. Ja, kunnen we rennen, dan krijgen we een beetje de wind in de rug. Dat lukte ook in de tweede helft. En dan uiteindelijk, op het einde, is het eigenlijk een beetje gelijk. Nou ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Ik denk niet dat we verkeerde beslissingen daar hebben genomen. En dit is natuurlijk wel een ploeg die veel ervaring heeft. En elke week in een Italiaanse competitie speelt. En dat is de reden waarom wij graag Europa Cup wilden spelen. En dan zie je dat je daar leert. En ik vind zelf dat wij als ploegen, dat vind ik zo knap, in deze wedstrijd zelf lerend waren. Je verliest van een Italiaanse tegenstander met weinig, zou ik willen zeggen. Maar de winst lag voor het oprapen. Dat was het zeker. Ik denk dat het vooral in de details lag. Offensive rebounds waren een dingetje aan het begin. Die ze toch heel veel pakten. Waar ze ook nog wat punten door konden maken. Als we dat weghalen, dan dat kan alweer gelijk een verschil maken. Wat nog meer. We moeten wat agressiever zijn. Zij zijn net wat agressiever, misschien ook ietsje sterker, waardoor ze ook vaker naar de vrije worplijn gaan. Wij schieten er 7 en hun schieten er 20. Daar is toch wel een groot verschil. Hè? Zij krijgen van die gratis punten om de vrije worplijn, waar zij gewoon mislopen. Maar dan toch om in het derde kwart, of in het vierde kwart, terug te komen van zover. Hè? 28 punten te scoren. Dat doet wel goed. Maar dat is ook de kracht van jullie, van dit team, de laatste, tenminste dit seizoen. Hè? Je krijgt nu ook weer, ze liepen weer fors uit, net als in het begin van de wedstrijd. Maar je komt het terug, je komt zelfs gelijk. En dan kan die bal zomaar onze kant, de Leidse kant opvallen. Dat is ook een kwaliteit van dit team. Ja, is het ook. Ik weet als ik de wedstrijd terug zal kijken, zal je ook zien dat op de momenten dat we gelijk staan, maken we een klein beetje domme fouten. Maak of een fout, gaan ze naar de vrije worplijn, krijgen ze weer 2 punten bij, moeten we weer inhalen. Dus als we die dingen nou even goed aanpakken en weten welke plays werken, hoe we het kunnen neerzetten om een goede executie, eerst een goede stop en een executie te hebben, dan maken we het verschil. Italiaanse tegenstander, goede competitie. Ik vond Leiden niet kansloos. Nee, helemaal niet. Met vlagen waren ze ietsje scherper dan wij, maar we vechten altijd terug. En dat kan je zien in een resultaat vandaag. Je hebt natuurlijk te maken met een Karasi die geblesseerd is. Daar zien we dat Sergio invalt en Marijn zien we erin vallen. Prima, denk ik eigenlijk. Maken dus ook internationaal stappen. Want dat zijn dan ook ineens grote tegenstanders voor hen. Maar geen verzwakking. Nee, dus een compliment aan hun twee. Hè? En dat heb ik altijd gezegd, dat ik daar ook vertrouwen in heb. En dat laten ze ook zien. En dat is denk ik richting een play-off heel belangrijk. En vanuitgaan dat Mo op een gegeven moment weer terug is. En dan heb je dus een 8-man rotatie. En daar hebben we natuurlijk het hele jaar aan gewerkt. Ik heb vandaag toch wel weer... Ik bedoel, Cesari is natuurlijk een fantastisch team met een budget van... Daar hoeven we niet eens over te hebben. Er is niks vergelijkbaar. En dat wij dit presenteren hier is natuurlijk fantastisch. Dit is weer een stap
die we gemaakt hebben. Je komt weer terug van een verre achterstand. Dat doen jullie al vaker in de competitie. Ook in de Europa Cup. En nu weer twee keer lopend. In dit geval dat de Italiaanse ploeg uit. En dan zien we jullie toch weer terugkomen. Het wordt zeg verdomde spannend op het eind. Ja, zeker. Je kan gewoon zien dat alle mannen die erin komen gewoon karakter hebben. En niet willen verliezen. En alles doen om de winst of nu de marge zo smal mogelijk te houden. Kijkend naar de return, je gaat ongetwijfeld de film van de wedstrijd nog een keer terugkijken. En dan zie je dat er iets meer rebounds zijn. Dat die nummer 45 een beetje irritant was qua scores. Maar kijkend naar de Leidse kant, karakter, intensiteit, niet kansloos dus daar. Waarom niet, zou ik zeggen? Nee, dat is een hele goede constatering als er geen rare dingen gebeuren. Nee, dus kijk, we hebben ook al laten zien dat we in uitwedstrijden goed kunnen spelen. Dus daar ook zal hij nog moeilijker worden. Kijk, je hebt ook thuis publiek. En kijk, we gaan het zien. Laten we eerst maar eens even deze wedstrijd analyseren. En dan is het eerst weer Zwolle. Ja, dat is zaterdag, hè? Wedstrijd voor wedstrijd. En dat is ook belangrijk, want als je die wint, dan volgens mij dan heb je het voordeel bij de play-offs nagenoeg in handen, als ik het goed heb. Maar goed, dan komen er nog wat wedstrijden. Maar eerst Zwolle. Kijk, je weet hoe, dat heb ik al eens meer gezegd, we kijken gewoon om die wedstrijd te winnen. Ja, zo simpel is het daar. En dat was eigenlijk vandaag ook een heel mooi iets. Hè? Voor deze wedstrijden kom je in je bed uit, zeg ik wel eens. Nou, dan is... Ik ook hoor, kom ook graag kijken. Ja, dat is ook mooi. Hè? Het gaat natuurlijk ook om als mensen naar een hal komen. Dat je de volgende keer weer terug wil komen. Dus we gaan het zien daar in Sassari. Dit is een mooi leerproces. Is het zeker. Ik denk dat net als de vorige wedstrijd tegen Den Bosch, dat we nu weer een stap hebben gemaakt. Wat details bij elkaar fixen en scherp stellen. En dan zijn we weer klaar voor de volgende wedstrijd. Je bent niet kansloos. Oh, zeker niet, zeker niet. Een soort Ajax dan, daar? Ik kijk geen voetbal. Hoe kijk je aan tegen de return? Is Leiden dan daar kansloos omdat het uit is? Of zeg je, nou, het is basketbal. Dat kan best wel. Nou, het is basketbal. Het kan best wel. Je kan gewoon zien, als je kijkt naar wat er gebeurd is tegen Ajax en Real Madrid. Oh ja, kijk wel, want Murthy was hier net en die keek niet. Die kijkt geen voetbal, zegt hij. Ik kijk geen voetbal, maar je ziet het wel voorbij komen. En maar het is gebeurd. 4-1, dus ja. Voor ons zijn het is niet onmogelijk. En ik vind dat we in een wedstrijd hebben gestaan. Als we gewoon onze aanvallende rebounds of defensive rebounds hoog houden, hebben we gewoon een betere kans. En je ziet elke keer dat we goed gereboond hebben, dat we aanvallend sterker staan. Dus daar moeten we aan werken. En... Ja, want het reboundverschil overwichtje was wel ietsje naar de Italiaanse kant. Ja, en dat moeten we gewoon winnen. En dan denk ik dat de kansen gewoon er zijn. Succes. Bedankt.